De presidentiële commissie evaluatiekiesstelsel heeft vanmiddag een persconferentie belegd over het eindrapport van hun evaluatie. Commissievoorzitter Jules Weidenbos gaf aan dat ons kiesstelsel wordt beheerst door de grondwetgeving. De kiesregeling, het kiesbesluit, het decreet politieke organisatie en verplichte burgerregistratie en de wet regionale organen. Weidenbos zei verder dat het rapport eerder al aan de regering is aangeboden. En het is dus de regering die verder zou moeten gaan op het pad van wijziging dan wel aanhouden van datgene dat in ons kiesstelsel voorkomt. Wanneer wij ons werpen op de wijziging van ons kiesstelsel, dan moet ik even teruggaan naar kort na de verkiezing van 2015. Het is zo dat de heer Bouterse, toen president, maar kort na de verkiezing van 2015, de partijen die toen deel uit zouden maken van de Nationale Assemblée, had uitgenodigd om gesprek te hebben over wat ons te doen stond aan als Suriname. Jules Weidenbos, voorzitter van de presidentiële commissie evaluatiekiesstelsel. Hij sprak vanmiddag op de persconferentie over het evaluatierapport van het Surinaamse kiesstelsel. De persconferentie is gehouden op het kabinet van de president. Morgen gaan wij verder in op deze persconferentie.